romantische avond hier in het clubgebouw van de scouting. De meisje en de jongen zitten bij elkaar. Miranda, mijn Miranda zegt dat ook altijd. Pa, zegt ze. Wat zit je er leuk bij? Maar wat komt daar binnen? Oh, hoi. Albert, ga je mee om een taart aan te bieden aan het Pygmeeënvolk? Ja, maar natuurlijk. Want er is niks zo fijn als om een ijskoud wereldreiziger te zijn. Kom, we gaan. Nee, blijf, blijf. Nee, we gaan nu. Nee, blijf. Kom. En daar gaan ze, de stoere Albert met zijn vrouwen. Zijn vrouw betwijfeld en vertwijfeld achterlatend. Huilend zakt ze ineen op haar stoel. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. De wouden en de bergen van Silamatrië zijn ondoordringbaar en hoog en groot. Achter deze heuvel schijnt het volk van de Pygmatiërs te wonen. We gaan kijken of we ze kunnen vinden. Kom, kom dames, deze kan nog volgens mij. Het zijn hier de wouden die heel diep en ondoordringbaar zijn, waar de scouts doorheen moeten ploegen. Je ziet hier de dames die met de oude man om boom omhoog gaan. De laatste tocht van de oude man op zoek naar de verloren stam ergens diep in de wouden. We zijn benieuwd of ze het gaan vinden, want het is hier gevaarlijk in het bos. Er wonen veel enge dieren, slangen en andere gevaarlijke beesten. Wat gaan we nog tegenkomen? We zijn hier in het midden van het oerwoud en wat ik hier zie is een vreemde stam. Ze dansen rond een pan en ze groeten een koning. Heel erg mooi om te zien, vooral die jongeman in die pan. Heerlijk. Maar wat hoor ik? Wat komt daar aan? Daar in de verte, ja daar zijn ze volgens mij, als ik het goed zie. Iemand, ja, jawel, jawel. Oh, waar, wat zien we daar? De padvinders hebben het gevonden. Hallo, allemaal. Rustig, wij komen in vrede. Kijk toch eens, kijk toch eens, kijk toch eens. Kijk, we hebben een taart meegenomen. We bestaan er 5 jaar, hè, met ijskoud. Oh. 5. Oh, wat leuk. 5. Koning, koning, wat doe je nu? Die koning die is op zoek naar een wijfje, dat zie je zo, hè. Hij staat die vrouwtjes te versieren. Oh, wat een gekke man. Pas op je dames. Vijf jaar. En we hebben ook nog een liedje ingestudeerd voor jullie. Dat zullen we nou even gaan zingen, een liedje voor jullie, ja? Oké? Okay. Ik heb het met je hoofd. Oh. Nou, oké. Okay. Bij ijskoud zijn wij in het woud, daarom wij een opdracht, tot diep in de nacht. Wij verdienen reiskrediet, zo hoog als mijn torenspit. Daarmee gaan wij winnen, met dank aan onze geluksgodinnen. Deze song is speciaal opgedragen voor dit volk en ze zullen zometeen taart gaan eten. Ja, laten we hier even rond het kampvuur gaan zitten. Ik zie daar ook nog een meneer in de kamp. Maar dan heb je ook wat. Dan heb je ook wat, wat een gesjouw hoor ik hier. We kunnen mee eten, we hebben een toetje. Ik zie... dat ze samen aan de avondmaaltijd gaan. Zometeen zal de prooi ook opgegeten worden, denk ik. Eerst een stukje taart. Wij verlaten het woud en nemen langzaam afscheid van deze lieve stam hier midden in het bos. En we vallen zo in een gat.